Dat was gewoon een zware opgave. Ik ben niet gewend om... Goedemorgen, het is dinsdag en ik begin de dag in de supermarkt. Want morgenochtend heb ik daar geen tijd voor. En we beginnen de dag even heel goed. Ik heb deze broodjes gehaald en ik heb ham en ik heb deze smoothie erbij gehaald. En ook hier heb ik een goed begin van de dag. Dat was gewoon een zware opgave. Ik ben niet gewend om zwaar te ontbijten, dus... voelde als topsport om het allemaal naar binnen te werken. Maar goed, ik wilde wat gezonder gaan eten. Dus het is wel een goed beginnetje. En nu ga ik weer wat aan de chaos in huis doen. Het is echt verschrikkelijk hier nu. Maar goed, ik ga even thee zetten. Ik heb best wel veel gedaan. Ook al lijkt er geen einde aan te komen. Oh, ik ben er echt moe van. Maar goed. Ooit komt er een einde aan. Het is zo lekker weer. En ik ben onderweg naar school en ik ben lekker weer gelopen. Het zonnetje is perfect nu. Oh, even kijken, er is hier weer van alles afgezet. Moet kijken of ik er wel kan komen eigenlijk zo. Oh, dat moment dat je dan de auto ingaat. Ik was trouwens op tijd net op school, want ik kon er een beetje slalom en wel doorheen. Deze heb ik van geleerd, hè Sarah? Ik zet hem wel even hier, die is zo heet. Die deur nog een klein stukje open. Ik ben ruim op tijd. We moeten naar een afspraak. Dus, voor mij? Ja. En nee, mag jullie lekker niet weg. Oh, en kom hier werk, hier werk. Oh, het is zo heet in de auto. En ik hou echt van zitten. Ja. Maar soms is dat gewoon niet leuk meer. En toen waren we weer thuis en ik mag gelijk weer gaan koken. Lekker pasta pesto. Pesto. Bas kwam er net nog even langs en nou, die is niet lang gebleven weggaan. En we gaan nu tv kijken. We gaan een Nederlandse serie kijken, Undercover. Toch? Ja. En ik ben benieuwd, ik kijk eigenlijk niet heel vaak Nederlandse series, maar ze kunnen soms wel goed zijn. Dus ik ben heel benieuwd. En ik heb er lekker kerstjes bij, die niet scherp stellen. Helaas. Nou, ik vind het best wel een oké serie. We hebben nu 3 afleveringen gekeken. Ja. En Marcus naar bed. En ik was bezig met Sinner natuurlijk. En ik ben bijna aan het einde, want het heeft ook maar 8 afleveringen dit seizoen. Dus ook nog een half uur. Ik wil eigenlijk over 10 minuten naar bed. Ik ga gewoon 10 minuutjes kijken en dan... Ik wil misschien kijken morgenochtend de laatste 20 minuten. Ik haat dat. Als je dan echt zo'n klein stukje van de serie hebt wat dan echt de ontknoping is. Dus nou, dat moet best kunnen in de ochtend of morgen of zo. Maar goed, ik ga hem aanzetten. Want anders dan heb ik helemaal geen tijd om nog een klein stukje te kijken. Ik heb de kamer weer opgeruimd in zoverre dat momenteel gaat. En ik wil de vlog nog even afsluiten. Dus dankjewel dat je weer gekeken hebt. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. En dan hoop ik je natuurlijk morgen weer te zien. Doei doei!